Welkom op golfbaan Broekpolder, onder de rook van Rotterdam. Hier wordt van 3 tot 5 juni het Deloitte Ladies Open gespeeld door deze vrouwen, de beste golfsters van Europa. De speelsters van de Ladies European Tour spelen voor de tweede keer op Broekpolder, waar vorig jaar de Engelse Florentina Parker er met de hoofdprijs vandoor ging. 2 dagen voor de start van het toernooi is het vooral nog even proeven van de baan en van de putting green. Ze komen er allemaal. Masson, Monke, Clément en sterspeelster Melissa Reed, die ook een put blijkt te kunnen missen. Maar het gaat op Broekpolder vooral om Crystal Bouillon, de beste Nederlandse speelster die deze dag eerst de pers te woord staat. Nou, ik denk dat het plezier in het spel is, dat komt puur uit mezelf vandaan, omdat ik eigenlijk alles met een balletje vind wel leuk. Bouillon komt naar het Ladies Open als leidster in Europa en dat is een primeur. Ja, dat is heel fijn dat ik nu nummer 1 van Europa ben. Dat is heel speciaal en daar ben ik ook erg trots op. Alleen het is het momentopname. Maar ik hoop dat ik zo verder kan gaan en dat deze week ook een leuke week wordt. Je hebt er in ieder geval met je prestaties in de afgelopen weken en je overwinning in Turkije voor gezorgd dat er volle belangstelling is voor dit Ladies Open. Ja, dat klopt. En ik denk dat het alleen maar leuk is. Het is leuk voor de sponsors, goed voor het toernooi en ook de mensen die komen kijken. Met wat voor insteek ga je dit toernooi nu in? Eigenlijk zoals elke andere week. Het is weer een toernooi. Ik zal gewoon mijn voorbereiding doen. En ik zal proberen te spelen alsof ik het ga winnen. Maar ja, het doen is natuurlijk tweede. Ik zal slag voor slag spelen en per dag bekijken hoe het gaat. En ik kan alleen maar mijn best doen. Alleen met het verschil dat er nu meer druk voor jou op zit. Je bent ambassadrice van dit toernooi en iedereen kijkt naar je. Ja, klopt. Alleen ja, ik kan natuurlijk niet meer doen als mijn best. En dat ga ik ook doen. En, ja, voor de rest hoop ik gewoon dat het een leuke week wordt. Een goede week voor mij ook. En dat de mensen die komen kijken, dat ze ook gewoon een goede week hebben. Ik ben niet zo'n uitbundig persoon. Dus het gaat veel binnen in me. Dat gaat wel tekeer. Maar het is gewoon, alles ging door in mijn hoofd. Je maakt een uitstekend seizoen door tot nu toe. Dat is bijna een understatement. Wat is het verschil met de voorgaande jaren? Het is meteen een beetje alles bij elkaar. Het is een stukje ervaring. Ik heb een heel goed team om me heen. Golf Team Holland en al mijn coaches. Dat werkt gewoon heel goed samen. Ik ben denk ik ook op de juiste manier bezig met mijn trainingen en met mijn spel. Dus gewoon alles een beetje bij elkaar. Dat komt er nu uit en dat is heel fijn. Vorig seizoen hikt hij nog een beetje aan tegen die eerste overwinning. 3 keer tweede. Het feit dat hij er nu is, maakt dat winnen misschien iets makkelijker? Misschien wel, maar dat weet ik niet. Kijk, een toernooi winnen blijft en is moeilijk. Je bent niet de enige die aan de start verschijnt. Dus er zijn natuurlijk ook iets van 120 andere deelnemers. Dus het is gewoon moeilijk. Alleen het is fijn dat ik al een keer gewonnen heb. Ik denk dat het in de situatie, als ik misschien op de 18e green sta en ik moet of het kan gaan gebeuren, dat ik misschien iets ontspannender erbij sta. Alleen het is en blijft moeilijk. Je hebt met je prestaties ook een lans gebroken voor vrouwengolf in Nederland. Heb je daar iets van gemerkt de afgelopen weken? Dit is natuurlijk gewoon nu meer aandacht in de media na de golfsport. En vooral naar de damesgolf. Dus dat is gewoon heel fijn. Ik denk dat het goed is voor de sport, ook voor de jeugd. En we staan hier op Broekpolder. Daar moet het de komende dagen gebeuren. Wat vind je van deze baan? Goede baan. Ik denk dat het is een baan die erg afhankelijk is van de wind. Is er veel wind, dan is het vrij lastig. Is het er niet, dan is het vrij makkelijk. Dus in afwachting van het weer is het een goede baan. Heb je vaak gespeeld? Niet heel vaak. In mijn amateurtijd wel ook een paar keer. En natuurlijk vorig jaar ook. En af en toe ben ik hier was geweest. Dus ik ken hem wel goed genoeg. Succes de komende dagen. Dankjewel.